Dan vandaag zijn er bijzondere vergaderingen in de provinciehuizen. Ja, voor een van die staan voor één zal misschien wel zijn van gehoord, werd onderhand wel tijd, maar een ander zal een traantje wegpinken. De verkiezingen zijn geweest, de kiezer heeft gesproken en dat betekent dat het, vandaag voor die statenleden van de afgelopen periode de allerlaatste dag is. Nog een laatste handdruk en dan nemen ze afscheid als provinciale statenlid. Tenminste, degene die niet terugkeren dan, want anders worden ze morgen alweer geïnstalleerd voor de komende 4 jaar. Dat is in Overijssel voor dit bijzonder statenlid niet het geval. Daar trekt SGP-statenlid Dirk van Dijk de deur dicht. Na, hoe hou je het vol, zou je bijna denken, een periode van bijna 30 jaar. Toen ik erin kwam, de eerste cursus die we kregen was een cursus mailen. Computer, die deed ze, dat alles was nog op papier toen. Als je wat met je computer had, met je kast, dan moest je meenemen als er een statenvergadering was. Ik heb weet ik hoeveel statenleden, waaronder ik zelf, zien lopen met zo'n grote computerkast onder de arm. Die moesten dan weer naar die helpdesk toe. Met welk gevoel kijkt u terug op de afgelopen 29 jaar? Met heel veel voldoening. Ik heb het echt een eer gevonden om ook namens de SGP deel te nemen en een klein radertje te zijn in dat openbaar bestuur. Het is best wel veranderd, ja. Als ik kijk naar mijn begintijd, vond ik de provincie een strenge toezichthouder op de gemeenten. En dat is in die 29 jaar enorm veranderd. Als ik zie, zeg maar, wat nu de provincie is, hoe open ze zich opstellen. Ja, voor veel burgers is nog een onbekende bestuurslaag. Maar zij zijn echt wel veranderd. Bijna 30 jaar heeft u dat volgehouden, Wouter. Mm-hmm. Veel meegemaakt. Te beginnen met een cursus mailen. Hoe anders zal het nu worden, denk je? Want er komen natuurlijk heel veel nieuwkomers in die provinciehuizen. Ja, maar ik herinner me ook nog dat nog niet zo lang geleden de Kamerleden van de SGP ook geen televisie hadden of televisie keken en dat nog eng vonden. Dus dat er veel veranderd is voor deze meneer verbaast mij niet. Maar ja, vandaag natuurlijk, of eigenlijk morgen dan een bijzondere periode natuurlijk voor de nieuwe lichting. Die zeker nu met het veranderde politieke speelveld ook te maken zullen krijgen in alle provincies met een hele grote nieuwkomer. Wat voor ook een hoop ophef, denk ik, zal zorgen in die toch wat doorgaans wat gezapige bestuursdagen in Nederland. Ja, gezapig, een beetje saai. Maar zal dat nu toch misschien wat meer vuurwerk opleveren? Ik denk het wel, want er staat natuurlijk nog wel heel wat te gebeuren. Inderdaad, als het gaat om bijvoorbeeld de stikstofdiscussie in een aantal provincies. Dat belooft, beloven denk ik hevige botsingen te worden. Ook tussen bepaalde partijen en de nieuwkomer BBB. En de provinciebesturen die daaruit voort gaan komen. Dus het wordt wat dat betreft een stuk spannender, denk ik, in de provincies. Nou ja, vandaag dus dat afscheid en morgen de installatie van de nieuwe provincieleden. Dan...